Vanuit Stichting Meer voor Mekaar kun je vanaf 18 jaar als fietsmaatje een elektrische duofiets gratis lenen. Het doel van het initiatief is om mensen die slechter been zijn en niet meer zelfstandig kunnen fietsen, toch buiten en onder de mensen te kunnen laten komen. De elektrische duofiets wordt geïntroduceerd tijdens een speciale informatieochtend in Den Bogert. Ook tijdens deze koffieochtend staat het gesprek met elkaar aangaan centraal. Aanwezigen genieten van een kopje koffie of thee met wat lekkers, terwijl ze informatie krijgen over de speciale fiets en elkaar een stukje beter leren kennen. Dan heb je de duurfiets voor iedereen. Ja? Het is een kwestie van bewegen, ongeacht uw leeftijd, ongeacht de situatie. Harry van Delen is zelf vrijwilliger bij Stichting Meer voor Mekaar en expert op het gebied van duofietsen. Ja, dat gaat heel ver, joh. Het is zo dat jongeren die kunnen dus ondersteuning krijgen in hun eigen moment van leven, met hun eigen omgeving en de zorgen die ze dan zelf hebben, tot middelbare leeftijd met mensen die dus te maken krijgen met bijvoorbeeld mantelzorgers. Ja. De doelgroep van de duofiets is dus niet beperkt, maar eigenlijk veel breder. Hoewel het idee van de duofiets iets weggeeft van een tandem, zijn er wel belangrijke verschillen. Een duofiets is een mogelijkheid dat je dus met twee personen naast elkaar gaat fietsen. En dan is het zo dat je hebt een bestuurder en je hebt dus een bijrijder, een passagier. En dan is de passagier degene die de fiets bedient en bestuurt. En de bijrijder die kan dus mee fietsen, maar die hoeft ook weer niet zelf mee te fietsen, afhankelijk wat de bijrijder de voorkeur aan geeft. Landelijk zijn er tientallen projecten. Afhankelijk van de omstandigheden koos Stichting Meer voor Mekaar voor hun eigen duofiets. Deze fiets is voorzien van alle denkbare veiligheidsvoorzieningen. Het is zo dat veiligheid staat bij ons voorop en Meer voor Mekaar. En het is zo dat als wij denken van nou, het is toch wel een beetje lastig om dus de bestuurder de fiets mee te geven. We hebben ook een mogelijkheid van fietsmaatjes. We hebben Meer voor Mekaar fietsmaatjes. En dan als iemand zegt van nou maar luister, kunnen wij een fietsmaatje vragen om mee te gaan fietsen? Ja, dan kan dat altijd. Dus er zijn verschillende mogelijkheden, hè, om er toch met die fiets erop uit te gaan.